Bij wijze van hoge uitzondering vis ik vanmiddag met dood aas. Onder de dobber, want ik wil wel graag mobiel blijven. De montage houd ik simpel, met een stukje wol als stoppertje. Vervolgens een kraal. Dan de dobber aan een connector. Gevolgd door een glazen pijpje. In plaats van lood. Stalen onderlijn. En tenslotte een dreg aan een speldwartel. Het laatste is belangrijk. Die wartel kan ik iedereen aanbevelen. Heel handig als de snoek wat ongelukkig geslikt heeft. Je kunt er makkelijk bij met je onthakingstang en je hoeft niet te knippen. Knippen is ook prima, maar die tang die zit altijd onder in je rugzak en dat duurt gewoon te lang. Die vis moet zo snel mogelijk terug en je wil vaak ook nog even filmen. Ik gebruik met opzet een ouderwetse speldwartel in plaats van een crosslink. Gewoon omdat ik slechte ogen heb en dikke vingers. En dit is het gemakkelijkst los te maken. Ik heb 20 minuten gevist op de eerste stek en het was niks. Inmiddels ben ik zo'n 100 meter doorgelopen om het nog eens te proberen. En inmiddels zijn mijn laarzen pakweg een kilootje of 10 zwaarder geworden. Ik hoop dat het hier wel gaat lukken. De derde stek is voor mij een bekende hotspot. Hier is het ook al niks. Nou, door naar de vierde stek. Dat wordt een half uurtje klunen in de vette Flevolandse klei. Stek nummer 4. Ook weer bij een duiker. Met volle beweging in het water. Op de vierde stek was het ook niks. Dus ik loop voorzichtig terug naar de auto en rijd naar een ander water. Hier ben ik het zat. We'll be right back.
is te groot voor mijn net. Wat een lange vis. Ik wilde het hier nog even proberen, maar het begint steeds harder te regenen. Ik heb het altijd al gezegd, dat dood aasvissen, dat is echt niks voor mij. Al was het maar vanwege de drill. Geef mij maar een grote snoek aan een spinhengeltje. Volgende keer weer lekker met de shad op pad.